Een heftige avond op maandag 14 april 2014. Tegenstanders van de komst van het vliegveld Twente kwamen in het geweer. De gemeenteraad in Oldenzaal heeft vanavond ingestemd met een motie van GroenLinks tegen de herstart van de luchthaven Twente. Alleen de VVD was tegen. Nee, ik heb ook al een boek gezet. Kijk, er is dus van allerlei kaarten. Ik heb 7 kaarten bij me, maar dit is de. Kijk, gekeken van ons ravage. Oh, sorry hoor. Ja, dat is een ravage. Ja. Dat is daarboven. Dat is de Wilmersberg, Koppelboer. Ja, hoe schrikkelijk ligt die? Kijk. Kijk, hier naar de Haringweg. En dan zeggen ze Baldrik, Haringweg. Dan kunnen ze toeristen, ja. Kunnen ze wel vergeten. Ja, precies. Dat is het punt, ja. Voor die honden neem je gewoon. De vergadering werd bijgewoond door veel publiek. Niet iedereen kon naar binnen in de raadzaal. Veel mensen volgden de raadsvergadering beneden in de centrale hal. Voorafgaande aan de vergadering was er een demonstratie tegen de bomenkap van het vliegveld. Tegen de luchthaven. Er is een grote behoefte om actie te voeren tegen de plannen. Zie ook de actie vanavond wat. Dat zou jij heel veel van heel erg zeggen. Ik heb net het woordje vertrouwen uitgesproken. Dat heb je dan weer eens. Voorzitter, volgens mij was dit mandaat al bij het college. En ik vind het alleen maar mooi dat het college nog bereid is om het nog een keer met ons door te nemen. Ja, het college kan wat ons betreft gewoon een zienswijze indienen op basis van hetgeen wat wij hier vanavond hebben aangegeven. Oké, hartelijk dank voor het vertrouwen. En dat betekent dat wij op die manier even ter afronding van de besluitvorming dus kunnen instemmen met de gewijzigde conceptzienswijze zoals. Voorzitter, wij vinden toch dat er te veel aanname is. Ik vind de discussie eigenlijk niet heel goed. Omdat het eigenlijk nog niet absoluut onduidelijk is hoe het luchthavenbesluit in zijn uitwerking moet worden gezien. Wij willen dus niet voorstemmen, maar we willen ook niet tegenstemmen, omdat wij niet voor de rigide uitwerking van onduidelijke regelgeving zijn. Wij kiezen, zoals wij net ook al gezegd hebben, echt voor kwaliteit van besluitvorming en we kiezen dus voor feit. En om die reden nadrukkelijk onthouden wij ons van stemming. Oké, dank voor uw inbreng. Dat betekent dat u onthoudt zich van stemming, dat de overige raadsleden ermee instemmen dat de aangepaste zienswijze, zoals we juist besproken op die manier, door het college gestuurd gaat worden uit op 17 april. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze toch wel bijzondere raadsvergadering. Ik wil Ik hartelijk danken voor uw aanwezigheid, inbreng en uithoudingsvermogen. Dank u wel, zeer. En dan blijft er iets te gebruiken.